De drie wijzen zijn er nog eens, dames en heren. Met op 1 Geert Hosten. Op 2 zit vanavond Gertie Christoffels. En op 3 Walter Grootaars. En dit is nog altijd uw gastheer, Koert Van Egem. Ja. Goedenavond. Vanuit een jubelend cultureel centrum aan de Zoetwaters in Oud-Heverlee. Welkom Vlaanderen en Nederland bij de Drie Wijzen. Ja, ja, ja. Onze twee kandidaten om te beginnen. Mark Ruimakers. Hey Mark. Mark Ruimakers is een ambtenaar uit Dendermonde. Hij is getrouwd en hij houdt van tafeltennis en squashen. Hij heeft dus een los handje. Ik heb een los handje. Ja. Leuk voor uw vrouw. Maar speel je dat op een hoog niveau? Jean-Marie Seyf achterna? Nee. Bescheiden niveau. Laag niveau, dus heel lage tafel, maar het gaat wel lekker. Het gaat goed. Goed, Mark, je speelt tegen Anne Rosset. Ja. Anne is een decoratrice. Zij werkt met kunstplanten. Zij komt uit Brussel liever. Ze is niet getrouwd. Ze houdt van wandelen met de hond, uit eten, tuinieren en van de Noordzee. Walter, wat is er? Dat was allemaal. Ah. Ja, je ziet een mooi meisje. Allemaal kunt. Je ziet een mooi meisje en die komt helemaal los. De Noordzee. De Noordzee. Dat is jouw lieveling. De Noordzee brengt me tot nieuwe ideeën. Brengt me tot rust. Ik kan wat uitwaaien, zo een strand. De Noordzee, dus, het is daar zeer romantisch, ook al regent het. Ja, het is er altijd goed. Wandelen met de hond aan de Noordzee, dat is voor haar het ware. Maar we gaan spelen voor 250.000. En de eerste vraag gaat uiteraard over ons reclameboodschapje. Household clubs in comparison. Dit ging snel. Dit ging ontzettend snel. Maar hoe gaan deze mannen die verschillende merken huishoudhandschoenen testen? Hoe gaan ze dat doen? Geert. Wel, Koert, het zijn drie veeartsen die je gezien hebt. Het zijn eigenlijk drie veeartsen en er is een nieuw plan. Naast het mestactieplan is er ook een nieuw plan gelanceerd om rubber te testen op koeien, omdat er ook zoiets komt als veilig grazen. Ja, je weet dat er gebeurt zodanig veel met kunstmatige inseminatie dat de koeien ook af en toe nog wel eens the real thing willen voelen. Maar je kunt moeilijk zomaar de eerste de beste stier erop loslaten. Zet hem op, Bella. En daarom gaan die drie mannen, die drie veeartsen, nu eigenlijk voor dit filmpje, gaan die op koeien de gevoeligheid testen van de rubberen handschoen. Lijkt me leuk, Gertie. Voor die koe toch? Nee, bedoeling van de test is... Bedoeling van de test is uit te maken welk merk nu eigenlijk het beste is. En het zou, een van de merken zou zo goed zijn dat het zou kunnen gebruikt worden om chirurgische ingrepen mee te doen. Dus het zijn eigenlijk drie dokters. Ze voeren alle drie een operatie uit. Twee sterven er en... Eén van de drie operaties gaat lekkerloos, om het zo maar te zeggen. Bij de andere vliegt het spat. Nee, u hebben ze toch de verkeerde handschoenen gebruikt, precies. Dokter Walter? Het zijn gewoon drie acteurs. Wat blieft? Drie acteurs die zijn gebruikt voor een commercieel filmpje over rubberen handschoenen. En men wil bewijzen hiermee dat de dunste handschoenen de sterkste zijn. En hoe doen ze dat? Een keukenrobot wordt aangezet en ze moeten daar met hun hand in. En één van de drie handschoenen zal het kunnen houden. Maar ze kunnen niet meer applaudisseren, die gasten. Dat gaat niet. Het wordt getest op koeien, zegt Geert. Gertie zegt dat is een chirurgische ingreep. En Walter die houdt het op een keukenrobot. En wat doet Anne en wat doet Mark? Want daar zijn we toch wel een keer benieuwd naar, zeker. De keukenrobot? Ik geloof in die robot van Walter, ja. Ja, geloof je in zijn robot? Het is ook het enige. Ja. Mark ook. Hij is ook volautomatisch, ja. Ja. We gaan kijken, het filmpje komt eraan. Household gloves in comparison. Which is the most sensitive? That's the proof. Marpa Supercontact, a finer one. Geen punten, maar wel een leuk filmpje. Een vraagje. Lege kisten. Hoe gaat dit spreekwoord verder, Geert?
Lege kisten kunnen gisten. Kunnen niet gisten, dat is het. Als ze leeg zijn, kunnen niet gisten. En... dat is eigenlijk een spreuk die komt van bij de grafdelvers. Het is een, van, ja, een, ook een beroep als een ander. En ik weet niet of u zich dat nog herinnert met die potvis die ze begraven hebben in Oost-Tuinkerken. Na een paar weken begon die aarde werkelijk naar omhoog te komen, dus lijken die gisten. En dat is dus eigenlijk een spreukje van grafdelvers die zeggen, als er een lege kist in de grond zit, dan kan er daar niets meer mee gebeuren. Lege kisten kunnen niet gisten. Gertie. Lege kisten maken twisten. En dat zou dan willen zeggen dat, je hoort het heel vaak, als er geen geld is, dan wordt er heel vaak ruzie gemaakt. Dus als de kist leeg is, dan komt er heel vaak twist. Lege kisten maken twisten. Dat is miserie, hoor. Dat is miserie. Miserie, ja. Walter? Lege kisten brengen listen. En dat wil zeggen, mensen zonder geld komen al eens makkelijk in de verleiding om met oneerlijke praktijken er wel aan te geraken. Kunnen niet gisten, zegt Geert. Maken twisten, zegt Gertie. Brengen listen, zegt Walter. En wat doen Anne en wat doet Mark? Ik denk... allebei op maken twisten. Gertie, maken twisten. En wat is het goede antwoord? Wel, ze hebben alle twee gelijk. Hè? Alsjeblieft. Wij gaan kijken naar, uiteraard, Opsporing Vervolgd. Misdaad, diefstal in dubbele file staan. We maken het allemaal mee. Opsporing Vervolgd wil er samen met u. Iets aandoen... iets aan doen. Goedenavond. Verleden week werden deze toetsenborden voor muzikaal gebruik gevonden. We richten een oproep aan u, beste burger. Van wie zijn deze muzikale toetsenborden? Ik herhaal, van wie? We krijgen zojuist bericht van... een bijzonder stoutmoedige treinroof in Oud-Everlee. Onze reporter is ter plaatse. Rob, wat is er precies gaande? Een stoutmoedige overval hier in Oud-Everlee. Men spreekt nu al van de grootste treinroof van de eeuw. Een getuige. Goed open daar. Verspreid. Ja. Ja. Wat is hier precies gebeurd? Ja, dat ging allemaal zo rap, meneer. Zo rap, hè. Dat mannen sprongen op de trein, hè. Echt professionele. En op 1, 2, 3, hè. En het was afgelopen. Bedankt. Mevrouw, ja. U was er ook bij. Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, dat ging allemaal zo rap. Die mannen hadden geweren bij, pistolen, armen omhoog. Ja, volgens mij waren dat echt professionelen, hè. Ja, en die trein was weg. De trein was weg. Ja, die was weg. Ja. Bedankt. Meer verspreiden, mannen. Open gaan. Commissaris, kom er even bij. De trein is blijkbaar verdwenen. Inderdaad, een duidelijk geval van treinroof. En als het mij vraagt, het werk van professionelen. Wat gaat u er nu aan doen? Ja, wat kunnen we doen? Zoeken, zoeken. En dan al die mensen naar huis brengen, hè? Bedankt. Tot zover de gebeurtenissen in Oud-Heverlee. De toestand is hier een beetje verward, maar één ding staat vast. Het is het werk van professionelen. Ja. De grootste treinroof van deze eeuw, maar wij zoeken nog steeds naar de eigenaar van deze klavieren die we in het begin van deze langspeelfilm hebben gezien. Geert. Ja, dat zijn de klavieren eigenlijk waar Willy Klaas op oefent. Hè. Willy Klaas, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en ex-minister van alles. Is bijna van alles minister geweest. En nu is hij dus secretaris-generaal van de NAVO. Hij zal daar proberen eenheid te brengen, hoewel hij bij uitstek de man is van de scheidingen. En het zijn zijn klavieren. Het is eigenlijk een stukje uit zijn tuinhuis. Hij oefent altijd in zijn tuinhuis, omdat zijn eigen vrouw vindt dat hetgeen hij speelt niet om aan te horen is. En het is een fragment uit zijn tuinhuis.
Mevrouw Christoffels? Wel, de klavieren behoren toe aan iemand waarvan je het echt niet zou verwachten dat die klavieren in huis zou hebben. Het is een man die eigenlijk heel vaak het klankbord is van heel veel mensen, maar zelf is hij dus echt een fanaat als hij op die klavieren bezig is. Maar je zou het hem niet nageven. Emiel Goelen. Ja, het zijn er dan ook twee. Hè? Twee. De vergelijkende testen continu doen. Ja, ja, ja. 88 toetsen. Welke is de beste toets? Safe, niet safe. De zwarte, de witte. Hij is daar constant over bezig thuis. Walter. Ik heb met die man van wie de klavieren zijn, heb ik nog gespeeld. Hij speelde toen nog rechtsachter. En het gaat hier over Jan Houtekiet. Jan Houtekiet van Studio Brussel. De Zendmast. Wie zijn het? Is het volgens Geert Willy Klaas, volgens Gertie Miel Goelen en volgens Walter Jan Houtekiet? Ja. Wat gaan we daaraan doen, Mark en Anne? Hola. Hola, dat is rap. Hola, Willy Klaas. Heel snel, Willy Klaas. Ja? Ben je daar een beetje... Ik heb het tuinhuis gezien over maar zoals gesprek. Ja, zoals je zo ja, maar zo vrolijk... Houtekiet heeft ook een tuinhuis schijnt. Zoals je daar zo vrolijk bij lacht, zo is het precies omdat ik een bepaalde sympathie voor meneer Klaas bij u mag ontdekken. Niet bepaald, nee. Het is niet bepaald mijn Oké, dat is een statement. En Mark, jij denkt Jan Houtekiet? Ja. Kortste verhaal. Het kortste verhaal? Ja. Ja, maar dat is omdat Walter aan het woord is en zoveel heeft hij niet te vertellen. Maar we gaan nu kijken van wie dat die klavieren zijn. Ze komen in beeld en daar gaat nu de gelukkige eigenaar. En dat is Jan Houtekiet inderdaad en Mark scoort. Ja. Wat is een rasteel? Een rasteel, dat is een toestel dat gebruikt wordt door bodybuilders. Uh-huh. Bodybuilders die oefenen soms gewoon met losse halters, dat ze dus op de rug op de bank gaan liggen en die duwen dat dan zo naar voren. Dus dat noemen ze powerliften. Uh-huh. En soms is dat zodanig zwaar dat er een aantal mensen moeten naastaan om te helpen. En die dragen dan een rasteel. En van als die kerel het niet meer kan houden in plaats van het laten vallen op zijn borst en te verpletteren werkelijk. Wat vreselijk is, echt. Springen er onmiddellijk twee helpers bij en die pakt dat vast in die rasteel. Gertie? Het is eigenlijk iets dat gebruikt wordt door glazenmakers. Die gebruiken het namelijk om stukken glas, stukken raam, dat ze ergens moeten gaan inzetten, om dat dus recht te kunnen houden en te kunnen vervoeren. Dus het is dus dat houten staketsel dat je soms in vrachtwagens ziet om glazen tussen te zetten. Ah, een rasteel. Ja, een rasteel, ja. Zeg toch. Zeg toch. Zeg dat dan direct. Wat is een rasteel? Een rasteel wordt gebruikt door houthakkers. Ook mensen die in hoge palen moeten klimmen gebruiken. Dat is die riem die men er rond slaat. En die men dan omhoog trekt om zichzelf ook mee omhoog te trekken. Om zich vast te houden. Het is een draagstaal voor bodybuilders, volgens Geert. Voor glazenmakers, volgens Gertie. En voor hoogstamwerkers, volgens Walter. Mark en Anne. En hoogstamwerkers. Rasteel, spijt daar rond in een boom en hup naar boven. En van daaruit zie je de Noordzee. Een zware, zware gok. Het is een zware gok. Zware gok. Altijd, op mij, altijd, ja. Een zware gok. Ik zou toch handschoenen gebruiken. Dat is een heel zware gok ook, hè, bodybuilders. Sportieve gok. Een sportieve gok hier. Sportieve neus, een gok. Nee, goed. Goh. Wat is een rasteel? Wel, ik moet u teleurstellen. Ik had het juiste antwoord. Oh, dat is een pleonasme. Dat is een pleonasme. Gij die teleurstelt. We hebben een nieuw item vanaf. We hebben iemand gevolgd en die gaan we nu vandaag, vanaf vandaag en tot komende weken gaan we die bekijken. Het is een succesvol choreograaf. En kijkt u maar met mij mee. Belgische dans en choreografie zit in de lift. Het buitenland kan er maar niet genoeg van krijgen. Onlangs ontving de Vlaamse choreograaf Jan Willem de Keizer een prijs voor zijn avant-gardistische werk in de New York Art School of Silly Dances, de Gouden Tutu, voor zijn creatie Steppin' In, Droppin' Out. Vandaag is hij in het land om zijn nieuwe productie voor te bereiden. Ja, nee, dat is waar. Ik heb ontzettend hard gewerkt voorbije tijd. Hoofdzakelijk in New York, in Boston. Maar nu kom ik terug naar Europe. Ik ga iets maken weer voor Europe, namelijk No Cheese, No Cure, een nieuwe productie die ik helemaal van mezelf. Wanneer hij ook maar kan, geeft deze flamboyante en energieke Vlaming danscursus aan beginners.
Nee, er bestaat niet iets zoals beginners. Je hebt alleen mensen die stoppen, je hebt mensen die verder gaan eigenlijk. Dus het zijn allemaal professionelen van mij, want als je één keer in beweging bent, ja, dan beweeg je. Huh? Wat is dans? Beweging misschien? Wat? Beweging? Nee. Want niet bewegen is ook bewegen. Kijk. De negatie van beweging. Hè? Luister goed. De negatie van beweging, daarmee sta je in de relativiteit ten opzichte van alles. Wat alles beweegt, zie je? Het belangrijkste is dat je weet waar je naartoe gaat. Dus het doel van de beweging is de beweging. We gaan nu 3 minuten, pas op, dat is lang, niet bewegen. Zijn we er klaar voor? Oké. We bewegen niet. Ondertussen laat ik een liedje horen, luister er goed naar, want we gaan er straks een oefening op doen. Was ik maar 19, dan zou je eens wat zien. Ja. En wij gaan dus de komende weken Jan-Willem de Keizer, deze choreograaf, zolang hij in het land is, gaan we hem volgen. Een echte macho. Geert, maar het liedje, hoe gaat het liedje verder? Want dat is dan toch weer het vraagje dat erbij hoort. We horen een jonge Isabelle A. Toen ze, ja, het is een van haar eerste plaatjes geweest. En toen had ze een droom, was ik maar 19, dan zou je eens wat zien. En het gaat ook zo verder. Ik trok de wijde wereld rond tot ik een schatje vond. Oh. Dat is het? Dat is het. Ik trok de wijde wereld rond tot ik een schatje vond. Aha. Gertie. Nu, godzijdank ben ik geen 19 meer. Nee? Nee, gelukkig. Gelukkig niet, nee. Maar goed, was ik maar 19... Willy is toch al bezet, hè? Ja, maar dat zeggen ze van wc's ook dikwijls. Was ik maar 19, dan zou je eens wat zien. Ik maakte elke man zo gek als ik maar kan. Je bent goed bezig, moet ik zeggen. Meneer Groothuis, u zorgt voor het niveau. Het is inderdaad een tekst van Isabelle A. Was ik maar 19, dan zou je eens wat zien. Dan leefde ik in dromenland, maar niet meer onbemand. Humor. Trok de wijde wereld rond tot ik een schatje vond, zegt Geert. Gertie zegt, ik maakte elke man zo gek als ik maar kan. En Walter zegt, dan leefde ik in dromenland, maar niet meer onbemand. Ja. Ann en Mark. Wij zeggen, ik trok de wereld rond, schatje vond. Sarin is er aan. Komt tartine boterham. En jij denkt dat ook, Mark. Nee. Hij denkt iets anders, Kurt. Oh nee, dat moet je leren lezen. Er is een verschil tussen 1 en 3. Ja. 3, dat is met zo'n krulletje van boven en van onder. Dat is 3. Pas op. Ik moet er wel bij vertellen, dat weet hij nu toevallig omdat hij zelf op 3 zit, want anders had hij dat nooit geweten. Kurt. Dus dan leefde ik in dromenland, maar niet meer op mijn hand. Hij zit toch op 4? Waar waren we gebleven? We gaan naar het liedje luisteren. De drie wijzen. Dat is de bedoeling. We gaan naar het liedje luisteren. Vraag 1. Terloops, er is iemand die zijn inschrijvingsgeld nog niet heeft betaald. Hè? We gaan daar straks verder over. Eerste oefening. Klaar ervoor? Oké. Start. Was ik maar 19? Dan zou je eens wat zien. Ik maakte elke man zo gek als het maar kan. Ik nam de jongens heus. Er wordt niet gescoord. Helaas. Maar we zien hoe dat verder gaat met die choreograaf. Dat waren enkele vingeroefeningen om te beginnen. We hebben nu voor 6000 frank Cathy Lindekens aan de lijn. Lieve Cathy. Hallo. Hoe is het? Hoor je mij? Ja hoor. Fantastisch, ik ben daar heel blij om. Ga je gang, Cathy. Wel, ik heb vroeger als kind piano gestudeerd. Ik ben daar vroeg aan begonnen, dus ik was altijd veel kleiner of veel jonger dan de andere kandidaten voor het examen.
Nu moest ik voor een van die examens een driestemmig werk van Bach spelen. Je weet, dat is nogal ingewikkeld met al die stemmetjes door elkaar. Heel die zaal die zat vol mensen en van voor zat er, dat is altijd zo, met dat zo'n plechtig examen, zo'n grote lange tafel met daarachter de jury. Nu, ik ging aan de piano zitten en naast mij zat mijn lerares, een heel plezante was dat trouwens. En ik begon uit het hoofd te spelen, ik kende die stukken uit het hoofd en zei, kijk dan op de partituur. Nu, wat nu gebeurde was dat ik zonder onderbreken, al spelend al die maten door elkaar begon te halen. Dus ik speelde een stuk van een thema en dan weer een stuk van een ander thema. En dat ging allemaal aan elkaar en zo ging dat maar door. De jury die werd heel onrustig en die begonnen op mekaars blad te kijken van waar zit ze nu weer? En wat gebeurde er dan? Geert, wat gebeurde er dan? Wel, de juryleden die schrokken dus, die keken inderdaad naar die verschillende partituren, maar ze konden het toch niet meer aan horen. En toen hebben ze gezegd, dit gaat van kattenkwaad tot erger, stop maar. Ja. Gertie? Nee, ze werd naar buiten gestuurd en de juryleden hebben even overlegd met elkaar. Ze werd terug binnengeroepen en ze mocht opnieuw beginnen. Dus ze gaven haar een tweede kans en toen heeft ze het wel allemaal prima gespeeld. Oh. Ja, valt er. Terwijl Katty aan het spelen was voor de eerste keer, begonnen de juryleden te twijfelen aan hun eigen partituur. Dus ze begonnen die zelf rond te draaien om te zien of die van hen niet verkeerd stonden. En tot een van de juryleden het echt niet meer kon aanhoren, en die is opgestaan en die heeft de piano dichtgeslagen. Maar Katty, haar handen zaten daar nog tussen. En die jurylid heeft toen gezegd van, mevrouw, die doet mij meer pijn dan u. Wat een mooie uitspraak en een prachtige boutade. Ja. Van kattenkwaad tot erger. Ja. Wat een mooie uitspraak. Ja, maar ik ben je kwijt als erger. Naar buiten gestuurd, is het moeilijke woordenmoment is dat dan. En Walter die zegt, sloeg piano toe. Anne en Mark, wat doen we? Ja. Naar buiten gestuurd, heel eenvoudig weg. Terug naar binnen en toen speelden ze het. Ik gok op Gertie, want ik heb het namelijk zelf meegemaakt. Dus ik kan het geloven. Oh, jij bent Katty Lindekes. Oh. En jij ook, Mark. Oh. Dat zou jij graag hebben, hè. Wat vuil, Walter, alsjeblieft. Al die belachelijke opmerkingen. Het is twee, hè. Het is twee, hè. Ga terug naar Lier. Naar buiten gestuurd. Katty, is dat zo? Wel, ja, ik heb dat dus volgehouden tot het einde. En toen was het stuk gedaan. En toen dacht iedereen, wat moeten we nu doen? En toen heeft die jury inderdaad beslist van, ga even naar buiten, kom op adem en kom terug binnen. En toen was het vlekkeloos? Ja, en toen ging het. Fantastisch, want je hebt onze kandidaten punten bezorgd. Dankjewel, Katty. Mooi. 11.000, 8.000. Dat betekent dat Spiessens weer gaat bepalen wie er naar de eindronde gaat. Daar is Camille Spiessens. Voilà. Dat salde zal niet meer loskomen. Ik ben dus momenteel bezig aan de laatste aan te leggen om dus de werkzaamheden te voltooien. Want de dochter Saskia opent dus een nieuw kapsalon. En dat noemt dus Saskia. Dat is slecht voor de ander, dat is niet moeilijk, dat is gemakkelijk. En dat is dus een nieuw lettertype dat ik dus ontwikkeld heb. De mensen dat dus onmiddellijk, dat is een driedimensioneel ding. Dus je moet daar dus heel dicht gaan bijstaan. Dus, en dan achteruit. Voilà. En dan zie je iets anders, zie je? Dat is heel speciaal, hè. Allee. Voilà, dat zal al niet meer loskomen. Ik ben een keer kijken wat er nog te doen is. Voilà, dat is dus, dat begint erop te trekken. Dat is dus het uitzicht van het betere kapsalon. Kijk, dat is allemaal design. Design zo, dat is Italiaans design. Dat schuift, dat is hier de kruispel voor de papioten te leggen en zo. De tankskus, voor te scheren. En hier. Dat is like James Bond. Voor Jorgijn ook niet. Schoon, en stevig. Valt er u niks op? Ziet het niet? Ja, je kunt niet zien, want het is er niet. Maar je kunt wel horen wat er niet is. Kijk. Het goed? Je hoort niks, hè? Dus de deur gaat open en er is geen auditief moment voor de... Maar ik heb dat dus
Ik heb een toestel, ik zet dat hier ook. Dat is een elektrisch hoogstje. En kijk, luister dit. Was dat de bel? Dat is, dat ze zeggen, dat is provisoire. Dat is dus voorlopig, omdat ze belt, was dus een klein stukje dat er moest zijn en het was nog niet binnen. Dus ik zeg, oh, ik moet er toch iets opzetten om te... Hè? Dat is dus mijn dochter, dat is dus Saskia. En dat is dus meteen ook de zaakvoerster van dus dit schitterende kapsalon, Saskia Spices kapsalon. En dat is zo, dat is Saskia. Hé, mensen, doe je dat goed, hè? Kom, ga liever een keer hier, dat ik je waar eens goed onderhand. Ja, maar niet met de Noorminger, hè, want dat is dus niet mijn favoriete minger, hè. Wat is een haarminger, Geert? Ja, dat je dat precies aan mij moet vragen. Ja, juist, ja. Een haarminger is eigenlijk een laboratoriuminstrument. En dat schrijf je in één woord. Het is zeer simpel. Het is een heel klein soort mixertje met haar. En het dient eigenlijk om plasma's in beweging te houden. Dus emulsies van plasma's eigenlijk. Dus die laten ze draaien zodanig dat dat continu in beweging blijft. Maar Geert toch? Ja, ik heb ervoor gestudeerd. Hè. Je ziet het ook. Ongelooflijk. Gertie, een haarmenger? Een haarmenger is... heel simpel, is een menger van haar. Goed gevolgd. Ja, nee, maar wacht. Haar, Geert de Christoffers. Haar van kwasten. Dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Haar van kwasten. Haar van kwasten. Kwasten kunnen gemaakt worden van verschillende soorten haar. Marterhaar, varkenshaar, weet ik veel wat. Tenminste, als het echte kwasten zijn. Zijn al martelhaar? En dus de marter. Marter. Ja, tuurlijk. Haar. en dus de, haar... De haarmenger mengt dus die haar en die maakt dus eigenlijk de samenstelling van... Ik denk dat we door haar op je kanten. Over naar familie, want... Een schaap heeft wol. Yeah. Een schaap geeft melk. Ja. Nee, een schaap heeft wol. Het haar van een schaap, dat noemt men wol. Nu heb je... Zoals aan uw kin. Ja. Zolang het niet waait, blijft dat staan. Nu heb je verschillende soorten schapen. Schaap? Dus? Schappen? Verschillende soorten schapen geven verschillende soorten wol. Want dat moet geschoren worden. Snap je dat? En je hebt, het ene schaap heeft dit soort van wol. Dat is een bepaalde kwaliteit. En een ander schaap heeft dat niet. Ah, nee. Ja, nee. En... er zijn schapen, en dat noemt men een haarmenger, die twee soorten tegelijkertijd op je lijf hebben staan. Ja, weg. Dus die hebben twee kwaliteiten op hun lijf staan. En dat soort van schaap noemt men een geschoren schaap een haarmenger. Een laboratoriuminstrument volgens Geert. Gertie zegt een menger van haren voor kwast. En Walter zegt een schaap met twee kwaliteiten wol. Wat Anne en Mark. En dat wordt ook presentator ondertussen, hè? Kun je nagaan. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Het is gemakkelijk, ja. Een laboratoriuminstrument? Ja. Echt? Ik geloof in Geert. Ja. Geert? Ja, in Geert. Geert? Doe mij niets, doe mij niets. Schaap met de twee kwaliteiten wol. Het is gek, hè? We gaan het even vragen aan professor Dr. Spices. Ja, er is iemand. Dus een haarmenger is dus iemand die dus haar mengt om kwasten te maken. Kun je kappen, jongen? Dus dat betekent dat Mark naar de eindronde gaat. Dat is heel leuk voor Walter, want hij kan jou nou troosten na afloop. Dit is we gaan samen naar de Noordzee, Anne. En... jij zult hond spelen. Ja. Koopt jij een leiband? Ik zal met wel volgen. Twee soorten wol. Ben naar de vlak geweest. Je krijgt Johnny en Marina van Wartramakers, van Tom Lanois Maten en Gewichten en van Dirk Drouwlands de Rode Koningin. En ik heb het vrolijke genoegen om u drie zoenen te geven en een applaus van het publiek. The envelope. Envelope.
Die envelope. 11.000. Oeh. Kwart miljoen erbij. Kan er ook poem weer af. Let goed op, hier komt het eerste verhaal van Geert. Vertel. Wel, ik was op vakantie in Amerika. Stoffel. Eddie Wally was daar ook al geweest en toen trok ik ook naar daar. Ik was in de Rocky Mountains, de Alpen van Amerika. En dus dat is een hoge bergte en 's avonds ga ik aan tafel. En daar hoor ik opeens, terwijl ik de menu in handen krijg, dat er oesters zijn. En ik zeg, ja, dat is raar. En ik kijk en inderdaad op de kaart staat er Rocky Mountain Oysters. Ik zeg, bestaat dat wel? In de hoge bergen, oesters. Ik ken daar niet veel van. Ik kom zelf van de Noordzee. Dat zijn bergoesters, hè? Ja. En dus ik zeg, ja, voor mij een portie Rocky Mountain Oysters. Waarop dat die kelner zegt, ja, maar meneer, weet u wel wat dat is? Ik zeg, ja, natuurlijk, het zijn oesters. Waarop dat die kelner zegt, nee, het zijn de onderdelen van de stier, waarvan sprake in dit eerste deel. Dus het zijn stierenkul. Ja, goed. Mark, is het een waar of niet waar verhaal? Is het afgelopen? Is het verhaal gedaan? Af? Oysters? Wow. Niet waar. Rocky Mountain Oysters. Ik denk dat het niet waar is. Gertie? Mark, vorig jaar maakte ik voor één voor iedereen in Engeland een reportage over de jacht op reeën. Nu, ja. En we hadden dus een Vlaamse jager meegenomen, niet zomaar de eerste, de beste. Nee. Een van de dingen die we hebben geleerd, dat was bersen. En bersen is zo stil mogelijk door het bosje verplaatst. Nu is dat dus niet evident met een hele cameraploeg achter je aan, maar goed, we hadden dat dus geleerd. Dus 3 dagen waren we dus doodstil overal aan het rondlopen. En dus op het einde van de 3e dag, toen we van een jacht terugkwamen, zien we dus op enkele tientallen meters van ons een reegeit staan. Maar we kwamen van de jacht, dus we waren gewoon lawaai aan het maken en aan het stappen. En die reegeit die blijft dus staan, die loopt dus helemaal niet weg. Dus ik zei, maar dat kan niet, wij 3 dagen hier ons best doen om zo stil mogelijk door dat bos te lopen en die geit die blijft gewoon staan. Maar we hebben wel zo moeite gedaan. Nee. Dus geit is eigenlijk geit, ik ben ook van Limburg. Zijt je ook op vakantie? Nee, jong, het was een Engelse. We hebben daar dus echt staan zwaaien en tieren en roepen. En die geit die is dus gewoon blijven staan. Dus ofwel was die blind of hardhorig. Ze is opgezet, in ieder geval... dat was een opgezette. Die staat er al 30 jaar. Enfin, goed. Dat is waar of niet waar, Mark? Geit liep niet weg. Geit liep niet weg. Gertie, voor welk programma was dat? Voor één voor iedereen. Ieder zijn geit. Je hebt de uitzending misschien gezien. Niet waar. Een geit voor iedereen. Ja, Walter. Mijn allereerste koers die ik moest rijden, was met zo'n klein autootje. Dan moet je eerst de dag ervoor moet je zo tegen de klok rijden om de startposities in te nemen, de pole positions. En ik had, zoals te verwachten was, uiteraard de laatste plaats. En dat is dan een hele sliert wagen die klaarstaan op de start. Eerst een opwarmingsronde, dan moet je terug gaan stilstaan. Maar als je van achter staat, dan zie je niet het licht dat van rood naar groen gaat. Want dat is helemaal achter die bocht. En ik zie op een bepaald moment dat die wagens beginnen te vertrekken. Ik denk, ah, het is dat moment. En ik geef gas. En ik haal al die wagens in het midden in. En ik denk, ik ben fantastisch aan het rijden. Want... die mannen die blijven precies stilstaan. Tot na een wagen of 15, 16. Er zo een chauffeur zo half naar links komt en zo naar mij doet. Van een dee. Hij had u herkend. En toen had ik het in de hoofd. Nee. En toen viel mij een frank dat je eigenlijk pas als je aan dat licht bent, dat je dan pas mag doorrijden. Maar niet vooral voordien. We kennen niet eens de regels. Mark, waar of niet waar? Walter kent de regels. Dat verstaan niet. Ik ga die envelop meteen open doen en ik wil weten of dat Walter die regels kent. Dat heeft. Is niet waar. Walter heeft... nee. Ja. Walter. Hebt jij uw regels? Ken jij de regels? Ken jij de regels? Mijn verhaal was waar, joh. Gertie, stond jij daar te zwaaien naar die geit? Ja, hoor. En tenslotte, Geert, in de Rocky Mountains. Oysters? Dat is... Ja, hoor. Dat betekent, Mark, ten afscheid, de 3 wijzensterren.
uw prijs en een applaus. Zo, dames en heren. Het blijft een vrolijk spelletje. U blijft dat dus ook kijken. Tot volgende week.